Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Sport in Grauw. Sinds dit seizoen een eigen keeper begeven zij Ian Thijs, de komst van Snits, Wiet Zwart, dan een GVC. Hoe verloot het die? Ja, goed. Ik ben hier wel eerste keeper en daar is natuurlijk een tweede keeper. Dus dan word je een beetje ingezet waar je nodig bent. En hier ben je de eerste man, dus dat is wel een lekker gevoel. Je hebt van diezelfde bewuste keuze hierin. Ja, zeker. Tjeerd Andries die ging natuurlijk hierheen en die heeft mij meegevraagd. En nou goed, het was een mooie stap voor mij naar een tweede klasser. En dan komt de meeste minuten maken in de eerste elftal en dat is voor mij heel mooi. Dan komt augustus naar de training en wat is je eerste indruk van GFC? Een leuke, gezellige groep. Ja, dat is eigenlijk een vriendengroep bij elkaar. En nou goed, dan moet je zelf natuurlijk wel een beetje ertussen komen, maar voor mij gaat het aardig goed. Dus, De eerste wedstrijd dan, hoe ging die? Ja, het wil even wennen. Het is natuurlijk wel even weer wat anders met nieuwe jongens en een beetje aan elkaar wennen. Maar op een gegeven moment dan wordt het steeds meer vertrouwd en dat gaat nu goed. Dus. Thijs, wat best of van keeper? Ik denk een rustige keeper, goede trap. En ja, ik heb wel een aardige reflex. Hoge bal iets minder, maar verder vrij allround denk ik. Als je naar jou of vier wedstrijden, dan moest je even wat wennen. Maar daar komt ik wat los in. Dan moet je wat meer contact te krijgen met de afroeder. Ja, zeker. Dat geeft vertrouwen. En ja, dat zien we ook terug in de wedstrijden natuurlijk. We zijn er bovenaan, dus dat is prachtig. Is dat belangrijk voor dat vertrouwen? Ja, zeker. Vertrouwen is denk ik een van de belangrijkste dingen in het voetballen. Als je geen vertrouwen hebt, dan wil het ook niet. Dus. Hoe hoog is het voor jou om bij Snits en Jan om bij GFC te spelen? Nou goed, bij Sneek dan moet je aardig op je tenen lopen om het niveau bij te houden. En hier kun je iets meer op je eigen niveau spelen. En dat geeft ook vertrouwen, dus dat is ook lekker. Ja, als je ook zo'n wedstrijd doet, dan denk ik dat het heerlijk te keepen. Ja, ik had zelf een aantal keren dat ik dacht, dat kan beter. Ik heb betere wedstrijden gekiept. Maar, en die ene tegengoal, daar baal ik natuurlijk wel weer van. Maar ik wil nog een keer die nul hebben natuurlijk. Heb je goed contact met de verdedigers? Of zou je van dat moet nog beter? Wat ben je verbeterpunten voor jou? Nou, voor mij is de coaching sowieso altijd wel een puntje geweest wat beter kan. En dat kan natuurlijk nu nog steeds beter, maar dat komt langzaamaan, komt dat steeds meer. Dus, Is kritisch op jezelf? Ik ben niet groot tevreden, nee. Ik wil altijd voor die nul gaan en als het niet lukt, dan baal ik er aardig van. Dus, Als je snijdt die jongens, dan staan we op mijn eerste plekje sinds vliegende weken. Ja, dat moet van keeper ook lekker wijzen. Tuurlijk, die eerste plek die is heerlijk. Maar ja, goed, als keeper ben je natuurlijk wel ook een individu. En dan wil je ook die nul houden. En het minste aan het tegendoelpunt hebben in de competitie. Dus daar ga ik ook voor als persoon, zeg maar. Ja. Nou, een mooie wedstrijd, jongen. Zeker. Overwinning, 3 puntjes. Die is er binnen, hè. Hey. Sport in Grauw op Twitter, Facebook en sportingrauw.nl.